Ik ben Jacqueline Bout. Ik ben directeur van Xenia Hospice in Leiden. Een hospice speciaal voor jonge mensen. Er werken bij Xenia zo'n kleine 100 vrijwilligers en een professioneel team van 20 mensen. Ik vond de sociale top in 2017 in Eindhoven een mooie gelegenheid om met vele organisaties kennis te maken. Op die dag heb ik een kijkje kunnen nemen bij twee organisaties die werken met dakloze mensen. En het bijzondere daarvan was dus dat ze eigenlijk met dezelfde dilemma's zitten waar wij als organisatie ook mee te maken hebben. En dat gaat met name over de vrijwilligers. Waar ligt de grens van vrijwillig werk en de professional? Het is meer dan de moeite waard om de sociale top 2018 te bezoeken. Je ontmoet ontzettend veel mensen, het verbreedt je wereld. Je komt op plekken waar je anders nooit zou komen bij verschillende organisaties.